Wie is Jan Bart? Ja, ik ken Jan Bart eigenlijk nog niet zo heel lang, maar wel lang genoeg om te kunnen zeggen dat dat een fantastisch persoon is met het hart op de juiste plaats. Het is een genot om erbij te zijn als trainer, heel veel humor. Soms moet ik hem 100 keer op wijzen dat hij zijn oefening ook nog moet doen in plaats van met iedereen een babbeltje te gaan slaan. Maar zolang dat dat dan maar is, kan ik daar perfect mee leven. Zoals dat je hoort, geef ik hier heel veel complimentjes binnen, alleen maar complimentjes. En dat is volledig zijn verdienste. Dus Jan Bart, je zit een machtige kerel. Welkom bij de 50ste aflevering van Jan Bart. Een jubileumeditie. Alhoewel, er zijn een aantal schrijfopdrachten toegekomen en dat samen met de blok zorgt ervoor dat ik nogal vaak saai achter de bureau zat. Toch was er ook deze week tijd voor comedy, want op een zonnige woensdagnamiddag waren we terug weg om Overleven in West-Vlaanderen te gaan spelen. Deze keer in Meulebeke. Ja, en ondertussen is het wel al een heel klein beetje geweten, als het de volledige show is, dan is de papje erbij om ook een heel klein beetje te helpen zien. En deze keer veel chance, want eigenlijk alles qua techniek, qua projectie is... Het is perfect in orde, dus we kunnen echt toekomen. Even aan de kant voorbereiden en direct optreden. En in een toffe locatie trouwens ook. Intro is begonnen. Binnen 30 seconden is dat mee. Het is de ambassadeur van West-Vlaanderen, de Jan Bart de Mullenaar, die dieper gaat ingaan op het concept West-Vlaming. Ik ben echt blij dat je vandaag hier in prachtige Meulebeke voor jullie mag spelen. We gaan niet over West-Vlaanderen. Maar dan is het heel belangrijk dat we dat samen gaan doen. Een kleine 100 minuutjes gespeeld, vrij content, maar nu moe, maar voldaan, de boel opruimen. En thuis nog een beetje gaan verder werken. Terug achter de bureau, ja. En meestal niet in de meest ergonomische posities. Gelukkig hadden we begin dit jaar een aantal goede voornemens genomen, want... Tot 2 jaar geleden gingen we eigenlijk elke week naar de rugschool of naar de fitness. Ik wist even wat gezond te blijven. En dat is even verdwenen, maar sinds begin van dit jaar, februari, zijn we terug goed bezig. En dat doen wij hier, dat is in Kinesie in Poperingen. Voilà, mijn favoriete martelkamer. En dat zijn mijn favoriete martelaars. Dag Fries, dag Amber. Goedemorgen. Praten als fitnessen, dat zal waarschijnlijk moeilijker zijn dan praten als stappen. Maar we gaan het toch proberen. Fries is de persoon die mij op zaterdagmorgen helpt met mijn fysiek en met mijn conditie. En in dinsdag is het bij Jasper te doen voor de kini. Wat zeg je Jasper? Meer werken, minder filmen. Dat is hier mijn favoriete toestel. Is je content met wat ik gedaan heb? Het is content van jou. Maar... Fantastische reis, hè. Maar je moet een beetje minder wabbelen. En zo zijn we aanbeland bij het einde van een iets kortere aflevering van deze jubileumeditie. En dat babbelen, wel, dat zijn de ideale rustpauzes tussen het oefenen door. Trouwens, niet alleen Fries, maar ook mijn professionele afscheidsnemer is perfect op de hoogte van hoe het gesteld is met mijn conditie. Papa, sporten. Hij zal buiten adem als hij zijn e-mails te snel opendoet.